Op visite in echt bij Lisa Kuppen. Dankjewel voor je gastvrije ontvangst. Ben ik wel gewend van Limburgers? Ja. Het is niet de eerste keer dat ik hier in echt ben. Ik ben hier al eens geweest voor Peter Winterhaken te interviewen. En wie heb ik hier nou laatst ook gesproken? Een huisarts, Celine Peters. Of was dat hier op mond? Nou ja, het zegt jou niks, denk ik, die nee, namen. Nee. Lisa, waarom zit ik hier? Ja, jij zit hier omdat ik jou laatst een e-mailtje heb gestuurd met daarin kort mijn verhaal en dat ik visueel beperkt ben. En dat heeft jou wel getriggerd, want anders zat je hier nu niet. Nee. En wat denk jij wat mij getriggerd heeft in jouw verhaal? Dat ik heb omschreven dat ik jou heb meegenomen in mijn wereld en dat ik heb omschreven hoe het voor mij is om plotseling niet meer te kunnen zien. Dat heeft jou, denk ik, aan het denken gezet hoe dat zou zijn als dat bij jou zou gebeuren, bijvoorbeeld. Want dat is natuurlijk niet niks. Nee, want jij bent niet blind geboren, zullen we maar even zo plat zeggen. Hè? Nee, klopt. Hoe oud was je toen je gezicht achteruit ging? Ik was 12. Ik was net 12. En mijn ouders kregen op een gegeven moment in de gaten dat ik steeds dichter op de tv ging zitten en steeds dichter op mijn leesboeken kroop. En dat was in de zomervakantie van groep 7 naar groep 8. Mm-hmm. En nou ja, ik had wel een bril, maar niets noemenswaardigs, geen hoge sterkte. Mm-hmm. Dus op een gegeven moment gingen wel een beetje de alarmbellen rinkelen van oké, misschien heeft Lisa een andere sterkte brilglazen nodig. En ik heb dat eerlijk gezegd zelf niet meteen in de gaten gehad, want dat gebeurde zo geleidelijk aan. Mm-hmm. Maar ja, uiteindelijk bleek dus wel dat het mis was. Ja, en hoe oud was je toen je echt bijna niks meer kon zien? Toen was ik 16. Dus het heeft 4 jaar geduurd, het proces. Ja. Dan heb ik recent een documentaire gezien daarover. Als het donker wordt, over twee meisjes die dat hebben. Mm-hmm. Heeft dit een naam? De aandoening? Ik ken de documentaire wel, wat je zegt. Mm-hmm. Maar dat is niet de oogaandoening die ik heb. Oké, ja. Ik ben 3 maanden te vroeg geboren. En toen bleek, dus toen ik in de couveuse lag, dat ik met mijn rechteroog al meteen blind was. Mm-hmm. Met mijn linkeroog nog wel goed zag. En dat ik dus op latere leeftijd slechtziend ben geworden en uiteindelijk blind. Ze denken dat dat wel te maken heeft met die vroege geboorte. Ja. Dus het was al een soort van aangekondigd? Of was het toch nog als donderslag bij heldere hemel voor jou? Ja, want we wisten dat niet. Het is gewoon pech dat zich dat op die manier heeft gemanifesteerd. Ja. Ik zit trouwens te denken, als we jouw microfoontje aan de andere kant doen, dan kunnen we je nog net wat beter horen. Lukt dat? Ja. Dat we hem gewoon spelden, zeg maar, de richting van waar jij naar mij toe praat. Ja, onze podcastluisteraars gaan daar heel blij mee zijn. Ja, sorry alvast. Nee, dat maakt niet uit. Nee, juist goed. Ja, en als je dan kunt omdraaien, dat hij, snap je dat hij zo, perfecte mundo. Dus dan komen we meteen op een leuk onderwerp. Ik hoef dit niet. Ik zou dan kunnen denken van, ik moet jou nu gaan helpen. Ja. Maar het lijkt me vervelend dat mensen dat steeds zeggen en voorstellen, of niet? Van de ene kant wel. Van de andere kant niet, want het levert soms ook wel een beetje awkward, ongemakkelijke situaties op. Dat ik denk van, oké, doe ik het wel helemaal goed? Ja. Kan iemand me niet even helpen? Maar over het algemeen, ja, ervaar ik het niet meteen als vervelend. Wel bijvoorbeeld als iemand me echt meteen voor het eerst ontmoet en me dan meteen allerlei vragen gaat stellen van, oh, en heb je daar dan geen hulp aan nodig of moet ik je hier even mee helpen? Oh ja, ja. Hey, ik had dat wel toen ik hier binnenkwam, want normaal geef je elkaar dan een hand. Maar ja, ik wist dan ook niet goed van, steek jij eerst je hand uit? Moet ik mijn hand uitsteken? En dan, ja, zeg maar gewoon hoi. Het is natuurlijk ook maar een gebruik van, ja, elkaar een hand geven. Want jij helpt ook organisaties om dat beter in te richten allemaal, hè? Ja. Dus wat is daar bijvoorbeeld nou zo simpel iets als, hoe geef je iemand die visueel beperkt is een hand? Want als ik hem uitsteek, zie jij het niet. Nee, klopt. Ik zou, als ik jou dan was en je zou niet goed weten hoe je daarmee om moet gaan, adviseren om
letterlijk gewoon eventjes te zeggen van... ik steek nu mijn hand uit. Ik steek nu mijn hand uit. Oké, okay. Ja, dat had ik bedacht. Ik heb het niet gezegd. Want het lijkt me ook niet leuk, dat zei je ook ergens in een van je interviews, dat iemand je dan maar meteen gaat aanraken. Hè? Dat iemand meteen een hand op je schouder legt of je hand vastpakt. Of... Nee, toch? Ja, soms is dat inderdaad niet helemaal wat je wil. Vooral als je gewoon eventjes op een hoek van een straat staat te wachten om over te steken of iets dergelijks. En iemand raakt je ongevraagd aan en... wil je al bijna de straat oversleuren, ja, bewijzen van, ja. Dat kan ook niet de bedoeling zijn. Nee. Je bent niet 100% blind, hè? Jij ziet nog licht en donker, hè? Ja, klopt. Heb je daar nou nog wat aan? Ja, ik zie de lampen bijvoorbeeld wel. Ja, licht en donker letterlijk dus. Mm-hmm. Ook als er ergens een raam is bijvoorbeeld, dan zie ik dat contrast tussen het licht dat naar binnen schijnt en het donkere daaromheen. Mm-hmm. S'avonds als het donker is op straat, dan zie je bijvoorbeeld ook waar straatlantaarns zijn. Okay. Dat soort dingen. Dus het helpt toch wel een beetje. Ja. Je ziet ook gewoon wanneer het donker wordt buiten. Ja. En je woont hier in een groot appartement met heel veel licht. Mm-hmm. Dat helpt allicht, toch? Ja, dat helpt zeker, ja. Ja. Even terug naar die tijd dat je 12 was. Hè. Moest je toen naar een andere school of heeft zich dat allemaal vanzelf geregeld? Nee, dat heeft zich niet helemaal vanzelf geregeld. Of in elk geval... Ik ging toen wel naar groep 8, gewoon op de school, op de basisschool waar ik toen nog zat. Mm-hmm. Dus ik ben dan weer gewoon geïntegreerd, zal ik maar zeggen, in dezelfde klas. Nou ja, dat leverde al meteen een beetje vreemde situaties op, dat mensen niet goed wisten hoe ze daarmee om moesten gaan. Mm-hmm. En vervolgens ben ik na groep 8 naar een speciale school gegaan, inderdaad. Voor blinden en slechtzienden in Graven. Mm-hmm. Bij Nijmegen ligt dat. Ja, dat is... Provincie Gelderland, Brabant. Maar je wel een stuk uit de buurt. Ja. Ja. En Brian moest je leren natuurlijk. Ja. Leren met een stok lopen dan, denk ik. Ja, klopt. Wat leer je ze dan nog meer? Ja, dat zijn echt wel de voornaamste dingen. Natuurlijk ook in onze generatie echt heel erg van belang dat ik meteen goed leerde omgaan met de computer, met aangepaste software erop. Ja. Dus voor mij dan spraak en braille. En ik geef nu op dit moment de voorkeur voor spraak vooral. Dus je hebt daar eigenlijk allerlei hulpmiddelen in die je verder kunnen helpen. Ja, want dat zit weer meteen op jouw e-mails en jouw WhatsApp-communicatie. Nou, ik kan je mensen die wel kunnen zien berichten daarnaast leggen. Bij jou was het totaal, er zat niks van een fout in. Geen rare zinnen, alles hoofdletters klopte. Hoe krijg je dat voor elkaar dan? ik heb dus bijvoorbeeld een laptop en ook een telefoon, een iPhone met daarop spraak. En iedereen die een iPhone of een Android telefoon heeft, die kan dat ook bij de instellingen gewoon instellen. Daar is een menu met toegankelijkheid en dan kun je die spraak instellen. En dan gaat de telefoon dus alles voorlezen, alle berichten, alle mails, alle... Social media. Oké, maar het schrijven, dat vind ik dan toch zo knap. Je maakt geen fouten in het schrijven. Dat doet die software ook allemaal voor je. Of check je nog daarna of zo? Nee, ik check dat wel. Als ik typ op de telefoon bijvoorbeeld, dan check ik wel of ik geen spelfouten heb gemaakt. En dat wordt dan dus ook voorgelezen. Dus dan moet ik wel extra goed luisteren, kijken, hoe je het ook wil noemen. Ja. Of ik geen fout heb gemaakt. Want ja, met audio, omdat het wordt voorgelezen, kun je dat niet altijd even goed horen. Nee. En je hebt behoorlijk gestudeerd nog, of niet? Ja, ik heb nog rechten gestudeerd uiteindelijk. HBO. Ja. Dus je hebt je niet laten beperken. Want ik kan me zo voorstellen, als mij dat in mijn... Zat je toen al in de puberteit of was je net randje puberteit? Ja, randje. Oké. Okay. Ja. Want je hebt ook ergens gezegd, als me dit misschien later was gebeurd, of nu, hè, je bent nu 26, dan ja. was je misschien wel bij de pakken gaan neerzitten. Je bent het voorbeeld van iemand die niet bij de pakken is gaan neerzitten. Hè? Ja, klopt, zeker. Ja, ik denk dat mijn leeftijd er wel in heeft bijgedragen dat ik gewoon verder ging en verder moest. En inderdaad niet die kans had echt om bij de pakken neer te gaan zitten. Maar ik merk echt wel dat het in die tijd dat ik op het internaat zat in Graven, dat er echt moeilijke momenten bij hebben gezeten. Hmm. En dat ik ook echt wel merkte dat als puber je dat gewoon niet in de koude kleren gaat zitten. Nee, ik kan me voorstellen. Ben je er depressief van geworden? Of heb je medicatie geslikt? Of is dat allemaal, heb je het allemaal op eigen kracht doorstaan?
Nee, ik heb daar verder geen hulp bij gehad en geen medicijn of wat dan ook. Ook geen coaching? Nee, ik wist me wel te herpakken. Ik heb dat eigenlijk best goed, ja, meteen geaccepteerd. Ja. Je hebt je daar niet tegen verzet. Waarom overkomt mij dit nou? Ja, tuurlijk wel. In het begin wel. Er is echt wel een fase geweest dat ik bepaalde dingen niet wilde en niet wilde accepteren. Ja. Maar dat is gewoon een proces waar je doorheen moet. Ja, dat snap ik. Jij helpt nu mensen, hè? Niet alleen bedrijven, maar je staat ook op het punt om mensen te gaan helpen die zelf een beperking hebben. Die komen dan één op één naar jou toe, hè? Ja, daar ben ik mee bezig om dat te gaan doen, ja. Ja, en dan heb je het over denken in ogelijkheden. Wat ja. zijn ogelijkheden? Ja, natuurlijk de verbastering van mogelijkheden. Ja. Omdat ik echt wel een voorbeeld wil zijn voor mensen met en zonder visuele beperking. Met en zonder, ja? Ja. Om die mindset shift te maken die ik ook maak en ook heb gemaakt. Om altijd toch te kunnen kijken naar de mogelijkheden die je nog wel hebt in plaats van de beperkingen die je hebt of ervaart of die je denkt dat je niet hebt. Ja. Maar je leven is natuurlijk wel beperkt. Hè? Je hebt hier bijvoorbeeld een prachtig uitzicht. Ja. En dan is er toch zo'n stemmetje in mijn hoofd dat zegt, toch jammer dat Lisa dat niet kan zien. Zeker. Hoe ver je hier naar de snelweg kunt kijken en naar de Gamma en de McDonald's en de hele Micmac. Absoluut, en ja. En mooie groen. Zeker, ik bedoel, het is ergens in mijn hoofd ook ironisch dat ik in zo'n appartement woon met zo'n uitzicht. Ja, precies. Ja, maar dat is gewoon zo. En op mijn manier brengt het me ook heel veel. Ja, hoe? Het licht wat er binnenkomt. Ah ja, ja. En toch de ruimte die je ervaart in een grote, ja, groot appartement, grote ruimte. Ja, want ik heb een ander visueel beperkt iemand ooit gesproken, Vincent Bijlo. Je kent hem ook, de cabaretier. Mm-hmm. Die zegt wel eens tegen mij, van, ja, of dat zei hij toen ook in het interview, ik kijk in sferen. Mm-hmm. Is dat voor jou ook zo? Kijk jij nu ook als, ja, proef jij de sfeer meer? Of? Ja, ik merk dat vooral het laatste jaar, dat ik niet alleen ook echt de sfeer van een ruimte kan peilen of voelen of hoe je het ook wil noemen, maar dat het me ook erg opvalt hoe mensen zich voelen, ook al zeggen ze dat niet. Oké, okay. Je hebt een soort zesde zintuig ontwikkeld. Ik weet niet of je het zo moet noemen, maar ik denk dat iedereen dat kan. Hmm. En dat hoor je ook wel vaker van hoogsensitiviteit en dat soort dingen. Dat mensen voelen, ja, hoe anderen zich voelen en die emoties ook misschien meenemen. Ja. Is dat niet lastig dan als je bijvoorbeeld in een bus zit of op een drukke verjaardag, dat jij het allemaal maar voelt dan? Ja, soms wel. Soms wel als er mensen zijn die zich echt ja, rot voelen of gewoon als er een negatieve sfeer hangt, dat vooral, dat is wat ik dan vooral ja. merk. Dat is natuurlijk wel vervelend, maar ik leer daar wel steeds meer om daar goed mee om te gaan. Oké. Okay. En je andere zintuigen zijn natuurlijk ook goed ontwikkeld, hè? Je reuk. Mm-hmm. Ben je altijd de eerste die ruikt als iemand in de poep getrapt heeft? Ja. Dat ruik je al voordat iemand binnenkomt? Nou, ik merk dat echt heel goed, ja. Dat soort dingen. Ja, dat kan ik me voorstellen, ja. Maar het gekke is, hè, want daar gaan we het zo over hebben, dat je ook graag op vakantie gaat, maar iets als geur, het lijkt wel alsof we dat allemaal maar voor lief nemen. Hè? Ja. En geluiden en proeven. En we zijn de hele tijd gefixeerd op wat we zien, inderdaad. En dat is bij jou weggevallen. Dus is jouw leven dan een rijker door geworden op een bepaalde manier? Of? Ja, dat denk ik wel. Ja, omdat ik toch echt meer gefocust geworden ben op die andere zintuigen, inderdaad. En dat ik me wel bewust ben van hoe bepaalde dingen ruiken als de zon heeft geschenen of als al regen is gevallen of dat soort kleine dingen waar je als ziende waarschijnlijk niet bij stilstaat. Ja. Mm. En mensen hebben natuurlijk ook een bepaalde lichaamsgeur. Ja. Dus jij kan bijvoorbeeld, je ouders leven allebei nog, hè? Ja. Jij kan ruiken wie er binnenkomt? Of hoe zie ik dat? Ja, bij mensen die ik echt heel goed ken, dan ruik ik dat inderdaad ja. wel. Daar zitten natuurlijk ook nadelen aan, want als er, weet ik veel waar, als ik op straat dus iemand tegenkom die echt niet lekker ruikt, dan ja. ruik ik dat natuurlijk misschien wel extra snel. Ja, nee, kan ik me heel goed voorstellen, ja. Even kijken, je hebt laatst ook een gesprek gevoerd met een hooggeplaatst iemand, hè? Ja.
Bruno Bruins, waar kennen we die alweer van? Ja, hij heeft bij het UWV gewerkt en hij is minister van Medische Zorg en Sport bij VWS. Oké. En wat ben je met hem gaan bespreken? Moet het allemaal anders of heb je hem een complimentje gegeven? Nou, ik ben eigenlijk heel open dat gesprek ingegaan. Ik heb hem een uitnodiging gestuurd en daar is hij ook ingegaan. En hij wilde enorm graag ervaren hoe het is als je niet kan zien. En hij loopt altijd elke dag vanaf zijn huis naar Den Haag. Mm-hmm. En hij wilde heel graag ervaren hoe dat zou zijn als je dus niet kan zien. En tijdens die wandeling heeft hij dat dus ook ervaren. Heb ik hem daarin meegenomen. En hebben we het echt over van alles gehad. En ook over de zorg en politiek. Dus het was echt een heel divers en leuk gesprek, ja. Want is het goed geregeld voor slechtziende en blinde mensen in Nederland? Ik vind van wel. Er zijn zoveel voorzieningen en faciliteiten voor mensen met een beperking. En ja, als we er steeds meer bij stilstaan en er komt steeds meer bewustwording, waar ik me dus ook enorm voor inzet, dan kan het alleen nog maar beter worden. Ja, want wat zouden we bijvoorbeeld moeten verbeteren? Ik denk dan de omgang met elkaar, hè? Ja. Dus hoe gaan wij ziende mensen om met iemand die niet kan zien? Heb je nog wat tips voor ons? Zeker, ja. Wat ik net ook al zei. Ga open dat gesprek in als je iemand ziet rondlopen die een visuele beperking heeft. Ga niet uit van je vooroordelen of van wellicht andere mensen die je ooit hebt gekend met een visuele beperking. Mm-hmm. Maar stap op diegene af en vraag of die tijd heeft om even een praatje met je te maken, omdat je daar interesse in hebt. Ja. En vertel dat je je hand uitsteekt en vertel dat je wil helpen en of dat wenselijk is. Ja. En je niet zielig vinden, denk ik. Ja. Niemand wil zich natuurlijk wil een zielepiet zijn of gevonden worden. Mm-hmm. Want zie jij jezelf, heb je je ooit als zielig gezien of als wat is daar nog een goed woord voor? Als iemand waar iets mis mee is? Nee, toch? Nou, ik heb echt wel gedurende mijn leven, sinds ik visueel beperkt ben, ervaren dat je anders bent. En dat je vaak als een bijna een alien behandeld wordt. En dat er nog zoveel kennis mag komen in onze samenleving over mensen die een beperking hebben. Ja. Dus in die zin is het echt nog wel een strijd die gestreden moet worden. Met heel veel vooroordelen nog. Maar ik probeer me er altijd wel overheen te zetten. Want je mag gewoon anders zijn. En ja, het is mooi als je dat positief kan bekijken. Dat je je daar juist voor in kan zetten. Ja, want dat doe jij ook, hè? Je schrijft blogs, hè, op je website lisakuppen.nl. Mm-hmm. Daar heb je ook een lijstje gemaakt met, vertellen hoeveel, 25 tips over niet kunnen zien, maar toch kunnen kijken. Ja. Onder andere dat jij een perfectionist bent. Hoe uitzicht dat dan? Ja, ik merk dat wel in mijn werk ook. Dat ik vaak denk van, oh, moet het niet nog beter? Moet die blog of dat stukje, dat artikel, moet dat niet nog beter worden geschreven? Ja. Moet die foto niet nog mooier? Moet die opdracht niet nog groter? En hoe dan? Maar het is ook gewoon goed zoals het is. En dat is wat ik steeds meer ben gaan inzien. Dat het gewoon mag zijn zoals het is. En dat het niet altijd perfect hoeft. Het kan ook niet. Want je krijgt wel eens te horen van leeftijdsgenoten van jou. Dat ze zichzelf steeds vergelijken op Instagram. Met mm-hmm. Jan en Alleman. Mm-hmm. En dan zien ze die zit nog mooier op vakantie. En die heeft een nog mooiere auto. Dat zie je allemaal niet. Nee. Dus waar komt bij jou dan misschien dat vergelijken vandaan? Lees jij veel van anderen? Praat je veel met anderen? Ja, ik denk dat het op social media ook voor mij duidelijk is dat iedereen een perfecte plaatje wil leveren en een perfecte wereld wil laten zien, die er niet altijd is. En dat ook in die tekst op social media, ja, duidelijk wordt. Dus ook voor mij als ik de foto's niet kan zien. Je leest het en daar komt het ook al uit naar voren met alle hashtags. Ja. En de perfect life, het leventje. Ja, zeker. Ja. En natuurlijk ook gewoon in de media, op tv, dat erbij in het nieuws of waar dan ook gewoon wordt omschreven met de woorden van wat voor ons misschien wel het ideaal moet zijn. Ja. Want jij kijkt wel televisie?
Nou, volg jij series of wat praatprogramma's? Wat? Nog zelden eigenlijk. Ja. Dus voor jou zijn dit de podcasts, misschien de luisterboeken? Ja, klopt, luisterboeken. Zie daar Harry Potter staan? Oh, ja. Of is dat meer iets van je vriend? Harry Potter? Ja, daar staan boeken van Harry Potter. Oh ja. Ja, klopt, ja. Ja. Ja, die papieren boeken, daar heb ik natuurlijk niet zoveel. Nee, precies, maar ik dacht misschien luister jij dan de luisterboeken daar? Ja, klopt, ja, ja zeker. Ja, zeker luisterboeken vind ik hartstikke leuk. Nou, je hebt tegenwoordig ook bijvoorbeeld wel op Netflix een fenomeen dat heet audiodescriptie. Ik weet niet of je daar wel eens van hebt gehoord. Ik kan me er iets bij voorstellen, maar vertel. Dat is een vooraf opgenomen audiobestand. En dat heeft Netflix tegenwoordig heel veel bij de eigen series die het op online zet. En als je dat instelt bij de ondertitelingsinstellingen, dan wordt er dus verteld wat er in een scène gebeurt voor mensen die het niet kunnen zien. Een soort hoorspel? Ja, eigenlijk wel, maar het beeld is er ook nog gewoon. Oké, ja, want je krijgt natuurlijk wel alle geluiden mee van een serie. Dus je hoort wel dat een auto komt aanrijden of een vliegtuig neerstort. Ja. Ja, daar kun je natuurlijk wel wat bij voorstellen. Zeker. Want heb jij nog veel fotografische herinneringen? Ik bedoel, je hebt de eerste 12 jaar van je leven kunnen zien, of langer nog. Ja. Als ik zeg vliegtuig nu, zie jij dan nu in je hoofd een vliegtuig? Ja. Oké. Dus jij kijkt wel nog, maar dan in je brein. Ja, zeker. Ja. Ja. En dan zou je kunnen denken, je hebt in die eerste 12 jaar waarschijnlijk wel alles gezien wat er te zien viel. Of is dat raar gezegd? Ik denk dat je daar voor een deel wel gelijk in hebt. Maar er zijn natuurlijk ongelooflijk veel nieuwe ontwikkelingen geweest in de afgelopen jaren die ik niet heb gezien. Ja. Denk maar aan 3D. Ja. Dat heb ik nooit gezien. Nee. Ik kan me daar niks bij voorstellen. Nee. En de Tesla heb je ook nooit gezien? Nee. De meeste dieren zul je wel gezien hebben, denk ik. Ja, dat wel. Ja. Ik vind dat wel grappig, dat je dus, jij kijkt dus eigenlijk wel nog steeds, maar dat is dan waarschijnlijk net als in een prentenboek of zo. Jij ziet dan net een diashow voorbij komen of zo. Eigenlijk wel, ja, dat klopt. Ja. Dus wat dat betreft is het dan toch een geluk dat je de eerste 12 jaar van je leven nog informatie hebt kunnen vergaren. Absoluut, ja. Ja. Toch reis jij veel, hè? Mm-hmm. En kun je zo opnoemen waar je al naartoe bent geweest? Ja, ik ben toen ik nog kon zien, dus toen ik nog jonger was, ben ik veel met mijn ouders naar Griekenland geweest, naar allerlei eilanden in Griekenland. Dus dat heb ik allemaal nog kunnen en mogen zien. Corfu en zo? Ja, bijvoorbeeld. Even denken, ja, Zakynthos, Kreta, nou, nog andere eilanden. Hmm. En de laatste jaren ben ik zelf ook veel gaan reizen en heb ik Mexico bijvoorbeeld aangedaan. Vorig jaar ben ik in Mexico geweest met mijn ouders en de Dominicaanse Republiek. Ook weer toch weer de Griekse eilanden. Ik vind het daar echt hartstikke geweldig. Dus. Ja, waarom? Ja, de vriendelijkheid, de sfeer. Het eten. Eten is hartstikke lekker. Koude koffie. Hè, toch? Ja, klopt. Ja, dus je hebt er eigenlijk alles als je een avontuurlijke, maar ook strandvakantie wilt. Dus. Ja. En je zei iets in een artikel van BNN Vara, wat ik las, die ook geïnterviewd hadden. Mm-hmm. Dat de zon anders aanvoelt op vakantie dan hier. Klopt dat? Ja, ik denk wel dat de sterkte van de zon anders is. Ja. Afhankelijk van de bestemming. Maar de hele sfeer eromheen maakt wel dat je het ook anders ervaart. Dus het is niet alleen de zon, het is de geur. Ja. De warmte is anders. De warmte, absoluut het klimaat, ja. En waar wil je nog meer naartoe? Ik zou wel nog een aantal verre bestemmingen willen bezoeken. Costa Rica zou ik heel graag een keer willen bezoeken. Of een ander land met veel tropisch regenwoud of jungle. Het lijkt me heel mooi om dat te ervaren. Zweden, vanwege de natuur ook. Of Noorwegen. Hmm. En ben je al eens in je eentje op vakantie geweest? Of staat dat ook nog op je bucketlist? Ja, dat staat zeker nog op mijn bucketlist. Ja. Hele onderneming toch, lijkt me. Ja. Ik ben hier in Nederland wel een aantal keren alleen weg geweest. En dat is al een onderneming. Dus als je naar het buitenland reist, dan komt daar nog veel meer bij kijken. Ja.
Maar goed, moet denken in ogelijkheden, heb ik net geleerd. Hè? Ja. En niet zoals mijn ouders mij geleerd hebben, denken in beperkingen. Want ik zou meteen denken, jonge vrouw, ja, alleen op reis. Het is voor sowieso voor een jonge vrouw alleen op reis alle risico ver weg gaan. Ja. En voor jou misschien nog een extra risico. Zeker. En niet overal ligt de stoep zo heel recht. En auto's, hier stopt nog wel eens een auto bij een zebrapad. Dat zal ook niet in ieder land zo zijn. Nee. Is dat je grootste zorg? Nou, ik vraag me toch ook dan wel af van, kan ik wel iedereen vertrouwen? Ik ben natuurlijk in die zin wat meer afhankelijk van mensen. Ja. Omdat ik dan in een hele onbekende omgeving terechtkom. Waar ik nou eenmaal hulp moet vragen. Ja. En zijn die mensen dan altijd zo betrouwbaar als ik hoop? Je zou niks vinden om, ik zit maar hard op te denken, om eens een keer met 5 andere visueel gehandicapten, of beperkt, ik weet niet wat, ja, wat kan ik het beste zeggen, visueel beperkt, hè? Ja, ja, ik vind het allebei geen probleem. Oké, okay. En dat jullie met z'n vijven gewoon de wereldreis gaan maken. Het zou kunnen, maar ik vind het toch ook wel mooi om met mensen zonder een beperking, ja, te reizen. Want die kunnen jou meer vertellen van, oh, dat ziet er dus en zo uit. En... Ja, dat ook, ja. Dat is ook waar. En? Ja, ik heb toch gemerkt dat ik het niet zo fijn vind om in zo'n beschermde community terecht te komen. Kijk, tuurlijk, we zijn allemaal mensen en ook alle mensen met een beperking zijn natuurlijk vooropgesteld. Personen met al hun andere interesses en niet alleen maar de beperking. Ja. Maar de beperking speelt toch wel een grote rol, vooral als je in een onbekende omgeving bent, zoals op vakantie. En dan is dat toch een andere sfeer en een andere manier van reizen dan wanneer je vrijer bent en met mensen die... Ja. Wel kunnen zien. Ik kan me iets bij voorstellen. Je wilt natuurlijk ook niet in een hokje gestopt worden. Als je met een blinde vakantie, om het even zo plat te noemen, yeah, dan is het, oh ja, ja. Dan krijg je, dan worden jullie als groep aangesproken ineens. Ja, of je gaat het toch over hele andere onderwerpen hebben dan waar je het op vakantie waarschijnlijk ik dan over wilt hebben. Ja. Ja. Ik luister ook ergens dat je heel erg, of dat je geweldloze communicatie, non-violent communication, dat je dat toepast en dat dat goed werkt voor jou. Hoe heb je dat leren kennen en hoe pas je het toe? Laten we met de eerste vraag beginnen. Volgens mij heb ik dat leren kennen in mijn studie. Op een gegeven moment volgde ik een module NLP. Hmm. En nog een verdiepende module daarin. En toen kwam dat op een gegeven moment ter sprake, volgens mij gewoon zomaar tijdens de les. En toen ben ik me daarin gaan verdiepen. En ik vind dat wel een mooie manier van communiceren. Dat je... Ja, je merkt zo vaak dat mensen in een ruzie belanden. En in allerlei discussies waar je misschien niet meer uitkomt. En dan is dat een frisse tegenwind. Ja. Ik heb er ooit eerder iemand over gesproken. En die gaf me een goed voorbeeld. Die zei, veel mensen zeggen, ah, ik moet nog boodschappen doen. Nee, je kunt ook tegen jezelf zeggen, ik wil nog boodschappen doen. Ja. Want ik wil straks lekker eten. En ik wil gezonde voeding. Ja. Dat, ja, het voelt heel anders, hè, als je dat tegen jezelf zegt. Ik moet boodschappen doen, ik wil. Zeker, dat voelt, ja, absoluut anders. Dus jij past dat ook toe in het dagelijks leven? Ja, mij lukt het ook niet altijd. Nee. Ik probeer het wel. Want heb je nog wel eens slechte dagen dat je je bed niet uit wil komen? Of bestaat dat niet in het leven van Lisa? Tuurlijk wel, ja. Ja. Nou, niet zozeer dat ik mijn bed niet uit wil komen vanwege mijn beperking. Mm-hmm, maar gewoon... Ja, gewoon. Je hebt, iedereen heeft wel eens minder dagen en dat je geen zin hebt om iets te doen. Ja. En natuurlijk heb ik wel met mijn beperking dat als ik me dan weer voor de 10e keer op een dag stoot of ergens tegenaan loop, mm, dat ik dan wel zoiets heb van, oh nee, niet alweer, waarom ik? Ja, want dat gebeurt je in huis vaak of buiten of allebei? Ja, allebei toch wel geregeld, ja. Ja. Je bent afgestudeerd als jurist, maar je bent geen advocaat geworden, hè? Nee, klopt. Of officier van justitie, of... Mm-hmm. Waarom? Ik heb een tijdje aan de universiteit gestudeerd en ik merkte op een gegeven moment in mezelf dat ik heel vaak begon te denken, als ik straks ben afgestudeerd en ik heb nog mijn master gehaald, wat kan ik dan in de praktijk? Hmm. Want dan heb ik zo weinig praktijkervaring opgedaan, behalve dan misschien in het laatste jaar een korte stage. Dan vraag ik me echt af, ja,
of ik klaar ben voor de arbeidsmarkt en wat ik dan in de praktijk al kan gaan betekenen voor mensen. Ja. Dus toen heb ik de keuze gemaakt om terug te gaan naar het hbo en die droom die ik had om advocaat te worden, om dat te laten varen. Want wat zou de eerste motivatie zijn om advocaat te worden? Om te laten zien, van kijk eens wat ik kan? Of ook toch om mensen te helpen? Of? Ja, om mensen te helpen. Ja, om een stukje onrechtvaardigheid, als dat er zit, om dat weg te nemen. Of mensen gewoon het recht te geven wat ze verdienen. Ja. Dan zou je kunnen denken dat jij dus ook onrechtvaardig behandeld bent. Zo zou je het kunnen doen. Ja, ja. Is dat zo? Nee, ik ben zelf van mening dat het me wel heel veel heeft gebracht dat ik blind ben geworden. Dat klinkt echt heel raar misschien voor mensen. Maar ik ben op een hele andere manier naar de wereld gaan kijken, letterlijk en figuurlijk. En ik heb zoveel kansen gekregen die ik waarschijnlijk nooit zou hebben gekregen als ik gewoon was blijven zien. Dat ik er echt wel op die manier oprecht ben naar gaan kijken. Want stel nou over 10 jaar, die vraag zullen ze hier wel eerder gesteld hebben, maar ik stel hem toch. Over 10 jaar is er ineens een operatie mogelijk, zodat jij weer voor 50% kunt zien. Zou je het doen? Ik vind dat echt een moeilijke vraag. Mijn rationele brein zegt, ja, meteen doen. Ik bedoel, je hebt al kunnen zien, dus Lisa, pak die kans. Van de andere kant, ja, is er toch ergens een hapering. Omdat ik mijn leven zo heb ingericht nu, dat ik juist heel veel voor mensen kan betekenen vanwege mijn beperking. En dat ik van zoveel mensen en opdrachtgevers te horen krijg van, je bent echt een inspiratiebron, ja, met je beperking. Dat ik juist mensen kan empoweren daarmee. En als dat wegvalt, ja, wat dan? Ja, absoluut. Ik doe me denken aan de aflevering van Black Mirror op Netflix. Volgens mij ging dat hierover. Nou, moet ik nog eens een keertje opzoeken. Kunnen we wel in de show notes zetten. Ja. Heb je het ook wel eens van de spirituele kant bekeken? Je doet het nu zelf al een klein beetje, hè? Want je inspireert mensen. Je kan een enorme motivator zijn voor een vrouw van 26 die nu thuis met de pakken neerzit. Dan denk je, ja, verdomme, laat ik hier eens een voorbeeld aan nemen. Heeft dat dan nog een in het grotere plaatje een betekenis, een doel voor je? Ja, dat is wel in lijn met wat ik net al zei. Dat ik denk dat het met een reden misschien wel is gebeurd. Dat ik in elk geval, ik kan er niks aan veranderen. Dus laat ik het dan als mijn kracht inzetten. Ja. En dat het wel een soort van doel dient dat ik dit mag doen in mijn leven. Dat mijn missie mag zijn. Ja. Want op zich maakt het je ook wel weer speciaal, hè? Ja. En omdat, ik denk dat ik anders hier ook nu niet gezeten had. Niet dat dat zo speciaal is, maar ik bedoel, ja, je hebt toch daardoor een verhaal waarmee je mensen bereikt. Ja, precies. Ja, want dat doe je ook, hè? Je doet, ja, hoe noemen ze dat met een chic woord? Motivational speaking. Dan sta je dus voor een zaal. Wat is het grootste publiek wat je tot nu toe gehad hebt? Behalve de podcast Leven zonder stress, die natuurlijk enorm populair is. Zeker. 150 mensen, dus nog niet zoveel. Maar ik pak echt wel het podium. En ik vind dat super om te doen. Dus ik voorzie ook echt wel veel grotere podia nog voor me. Dat lijkt me echt hartstikke gaaf. Wat vertel je de mensen dan? Je komt op en dan zeg je, oh, ik ben Lisa en ik kan jullie niet zien. Hoe gaat dat? Nou, op dit moment heb ik nog wel mijn stok, dus dan zien mensen het ook wel. Okay, ja. Maar ik begin wel eens met, stel je voor dat je niet kan zien. En stel je dan voor dat je op die manier wakker wordt. Dus dan neem ik mensen mee in dat plaatje. Ja. Ja, ik zou me kapot schrikken. Ja. Ik heb dat nu wel eens 's nachts. Want ik slaap 's nachts met zo'n ding voor mijn ogen. Ik ben super gevoelig, dus ik heb zo'n golden masker, noem ik het maar even. Ik heb oordoppen in. In de winter heb ik ook nog een muts op. Ik heb een dik vest aan, 3 dekens. Ik lig echt helemaal als een soort Eskimo, lig ik helemaal ingekaderd. En soms denk ik, oh shit, weet je wel, denk ik, ik zie niks. En dan ga ik gauw mijn telefoon zoeken en die aanzetten. Alleen maar om het idee te hebben dat ik niet
inderdaad midden in de nacht blind ben geworden. Ja. Dat is natuurlijk een enorme angst voor heel veel mensen, denk ik. Ja, zeker. En ik kan me dat ook heel goed voorstellen, ja. Want ik vraag me dat ook wel eens af. Maar wat zou er gebeuren als jij midden in de nacht wakker zou worden en je kon het ineens weer zien? Je zou het ook kapot schrikken. Ik zou me ook kapot schrikken, ja. Ja, dat denk ik wel. Want bijvoorbeeld mensen in je omgeving die je hebt leren kennen toen je blind was, die heb je dus nog nooit gezien. Nee, dus dat is ook heel raar voor mij om dan te gaan bedenken, wat als ik die voor de eerste keer zie? Of sowieso om daarbij stil te staan, hoe zien die mensen er nou eigenlijk uit? Want zijn er eigenlijk ook braille foto's? Of voel je dan aan iemands gezicht? Of kan je ook foto's, zijn er foto's met relief? Of hoe werkt dat? Naar mijn weten zijn er geen foto's met relief. Je kan wel relief tekeningen printen. Maar dat wordt vooral gebruikt in de aardrijkskunde bijvoorbeeld. Oh, ja. En niet voor foto's. Ik denk ook niet dat je dan een heel goed beeld zou krijgen van hoe iemand eruit ziet. Nee. Maar we kennen allemaal van de beelden dat iemand, vooral vaak oudere mensen, die gaan dan aan hun gezicht voelen. Ja, neus, klopt. Haren. Doe jij dat ook? Nee. Nee, eigenlijk nooit. Nee. Zo ook leuk van, hé, je moet je scheren, dat je dat tegen je vriend zegt, of vrienden, je voelt dat ze zich al op aan en niet geschoren hebben. Nee. Nee. Ik heb wel eens iemand gehad die uit het niets vroeg van, ja, wil je mijn gezicht voelen? En toen pakte die al mijn hand en toen legde die al mijn hand op zijn kale hoofd. En dat vind ik wel grappig, maar ergens is het ook ongemakkelijk, want ik denk niet dat dat nog wordt gedaan tegenwoordig. Nee. Je zegt ook ergens, you're the sky, everything else is the limit. Mm-hmm. Dan komen we toch weer uit op die beperkingen. Hè? Zijn het echt alleen maar gedachten die ons beperken? Of zijn het toch ook de omstandigheden? Ik bedoel, als ik hier dadelijk wegreis, het is een uurtje of vier. Mm-hmm. Ik kom heet in de file als ik weer terug naar richting Amsterdam moet. Ja. Ik kan dat zien als een beperking. Ja. Hè? Want ik word toch vertraagd. Hoe kan ik zoiets nou omzetten in iets wat minder negatief voelt? In de file staan bijvoorbeeld. Zoiets simpels. Nou, je kan ook je favoriete muziek opzetten. En net een tandje het volume hoger zetten. En lekker ervan genieten. En meezingen of wat je dan ook doet in de auto. En denk van, ja, ik zit hier nu toch. Dus waarom zou ik er niet van genieten? Of waarom zou ik er niet gebruik van maken? Misschien wat mensen bellen. Of wat familie. Mm-hmm. Met mensen bijpraten. Dus ik denk dat het wel een mindset is die je kan ontwikkelen. En dat het je wel dient om negatieve gebeurtenissen of vervelende zaken in je leven om te draaien. Ja. Ja, bij mij komt er altijd zo'n kracht los die zegt van in de file staan, dat zullen we nog wel eens zien. En dan ga ik eraf en dan ga ik via allerlei bospaadjes omrijden en door het straatje in waar je niet mag. En uiteindelijk ben ik nog een half uur langer onderweg dan ik gewoon in de file was blijven staan. Maar ik heb wel mijn zin gekregen. Ik kon doorrijden. Vraag niet hoe, maar ik kon blijven rijden. Dit heb jij niet. Heb jij niet een soort kracht in jou die zegt van verdorie, dat gaat mij niet gebeuren hier. Hè, dat ik hier bijvoorbeeld niet naartoe kan of dat ik hier, ik zorg dat ik er kom. Ja, zeker. En ik denk ook wel dat, maar ja, dan komen we wel op een beetje een spiritueel iets van law of attraction. Dat je wel voor een gedeelte kan bepalen of kan uitzenden hoe je iets wil laten verlopen. En ja, dat heeft dan ook weer natuurlijk met je gedachten en je mindset te maken. Dat je wel een intentie kan zetten en dat het uiteindelijk dan wel soepel verloopt. Ja, en dat pas jij ook toe? Ja. En dat werkt dan ook? Ja, zeker. Ja? En iets simpels als je kleding, hè? Mm-hmm. Die koop je toch gewoon zelf, neem ik aan? Ja. En hoe weet je nou of het je goed staat? Ik neem vaak iemand mee die mij goed kent. Iemand uit mijn familie of vrienden. Dan laat ik diegene kijken hoe het staat. Of ik vertrouw in vaste winkels waar ik kom. Op de verkoopster bijvoorbeeld. Waarvan ik weet, van wie ik weet dat die oprecht is. En me dus ook echt zegt van nou, dit staat niet, dit staat wel. En ik kan zelf natuurlijk voelen hoe het staat. Ja, het stofje en of het lekker zit is natuurlijk ook belangrijk. Mm-hmm. Misschien wel het belangrijkste. En wanneer ben jij dan nog bang? Ik ben zelf al bang als ik in een druk restaurant zit.
En ik ga altijd in de hoek zitten, zodat ik overzicht hou. Hè? Dat ik zie van waar ik weg kan en zo. Het ook iets aan mijn jeugd met onveiligheid te maken. Maar wanneer ben jij nou echt nog bang? Ik merk dat ik toch nog wel bang ben als ik alleen over straat ga. Vooral als het 's avonds is. Die drempel vind ik nog wel hoog. En dan meer de obstakels of de mensen? Of het verkeer kan natuurlijk ook. Ja, een mix van die dingen, denk ik. Ja. Dat ik me druk maak van tevoren. Van, gaat het me lukken? En dat als ik het eenmaal doe, dat het gewoon goed gaat. Ja, want je hebt nooit op dat gebied iets vervelends meegemaakt. Ben je wel eens aangereden om fietsen? Of, Nee, gelukkig nog nooit. Nee. Ik heb wel eens gehad dat iemand me 's avonds in de winter, dus toen was het al donker, dat iemand me achtervolgd heeft. Oh echt? Ja. En hoe kwam je daarachter? Even denken. Voelde je dat? Of? Nee. Ja, ik merkte wel zelf dat er iemand achter me aanliep. En ik voelde dat hij ook wel dichterbij kwam. En ik hoorde dat. En ik merkte dat dus gedurende mijn route, zeg maar, waar ik naartoe moest. Dat niet wegging, dat die persoon me bleef achtervolgen. En ik had ook iemand ingeschakeld die van een hele lange afstand nog achter me aan fietste, zodat hij me toch even in de gaten kon houden. Mm. Want ja, het is toch donker en ja, wat je al zei, je bent inderdaad een jonge vrouw en je wil niet dat er iets gebeurt. Ja, en je bent kwetsbaar door dan. Ja. Ja. Dus toen dacht je nou, dat paadje, dat nemen we maar een keertje niet meer of zo. Ik was inderdaad wel geschrokken. Ik was echt wel een beetje van de kaart dat, dat me dit gebeurde. Dat iemand misbruik wilde maken van mijn situatie. Ja, en van je handicap dus. Ja. Ja, ja, verschrikkelijk. Heb je daar een aangifte van gedaan? Of was dat, ja, dat is natuurlijk lastig. Ik kan geen omschrijving geven natuurlijk van de dader. Nee, dat is... Ja, hij rook naar sigaretten, ja. Nee, ik heb geen aangifte gedaan. Ik heb dat ook niet meer. Ik ben ook niet meer nagegaan wie dat is geweest. Oké, is dat lang geleden? Dat is begin vorig jaar geweest. Oké, irritant. Ja. Dan ga je ook naar de kermis? De Stierduiker kermis is in Echter beweerd. Die is al geweest. Ja. Ja, ik ga wel naar de kermis, ja. En dan ga je ook gewoon overal in. Behalve de botsauto's, lijkt me iets lastiger natuurlijk. Oh, dat kan natuurlijk. Het zou kunnen, ja. Maar het lijkt me niet zo handig. Nee. ik ga wel in bepaalde dingen. Ik merk wel dat ik dan echt enorm misselijk word. Ja, precies. Want dat heb ik al. Als ik in de auto de hele tijd aan mijn telefoon blijf kijken en ik zit naast iemand, dan word ik ook misselijk. Hoe hou jij je evenwicht? Ja, niet. Niet? Nee. Je pakt je vast, denk ik, vaak aan dingen. Ja, als er iets van een geheling is of een, hoe noem je zo'n ding? Ja, een leuning bij de trap of een... Ja, bijvoorbeeld. Of als je op de kermis bent, dan zit je vast met zo'n boek. Oh, zo. Ja. Dan om je plaats te bepalen. Ja, dan pak ik me daar wel aan vast. Of inderdaad de leuning bij een trap. Ja. Je zegt in een van je 25 tips ook nog, je onderbuikgevoel is een goede raadgever en graadmeter. Die heeft zich bij jou dan een stuk sterker ontwikkeld? Ja. Je voelt gewoon of iemand te vertrouwen is. Ja, ik denk dat ik het natuurlijk wel eens mis heb, maar je moet er wel meer op vertrouwen. Omdat je je omgeving niet meer kan zien. Ja. Maar misschien heb je dat nog wel eerder... het bedrechte eind, want wij laten ons allemaal afleiden door wat iemand aan heeft. Mm-hmm. En of iemand, net de juiste horloge heeft, of dat zijn haar net goed zit. Terwijl het zegt natuurlijk niet veel over iemand, het zegt wel iets. Maar... Nee, ik kan er wel makkelijk doorheen prikken als iemand zich bijvoorbeeld anders voelt dan dat hij echt is. Ja, fake gedrag. Ja. Hey, en voor mensen die dit nu zitten te kijken of te luisteren, die zelf het beginnen visueel beperkt zijn, Wat zijn nog tips die jij mensen geeft? Wat heb je zo geleerd de afgelopen 14 jaar dat je niet meer kunt zien? Dan heb ik het echt over praktische dingen. Hè? Wat zou ik bijvoorbeeld nooit meer doen?
In welke zin? Nou, wat heb je uitgeprobeerd? Denk, nee, dat is gewoon niks. Dus, ik denk maar dat je niet naar de film gaat. Of ga je wel naar de film? Ja, ik ga wel naar de echt? Film. Ja? Ja. En dan ga ik wel met iemand samen, zodat hij kan omschrijven wat er gebeurt. Ja. Ja. Oké, dus dat is ook onzin. Okay. Ja, dat kan gewoon, ja. Ja. En met eten, met restaurants of zo, ik weet, ja, eten is ook vaak zien. Hè? Zo'n bord wordt mooi opgemaakt. Ja. Dan legt iemand, de serveerster legt dan vaak even uit van hoe het eruit ziet of zo? Of? Ja, of de, nou, vooral de persoon die met mij gaat. Hmm. Dus ik ga niet alleen echt naar een restaurant om gezellig te eten natuurlijk dan. Maar ik ga dan met iemand samen en die legt het dan wel even uit. Ja. En een concert, dat lijkt me heel stressvol. Want dan sta je dicht op elkaar. En, ja. Doe je dat vaak? Als er een band is of een artiest die mij interesseert, dan ga ik daar zeker heen, ja. Het is dan een staakconcert of een zitconcert? Tot nu toe vooral staakconcerten. Ja? Ja. Oké. Okay. Ja, ja, dat is... Dat, oh, sorry. Ja, zeg maar. Dat is wel iets. Ik was een paar jaar geleden bij Pinkpop en toen had ik wel zoiets van, oh man, dit is... Ja, het is niet altijd even fijn om in al die drukte te gaan staan. Ja. En mensen die gaan springen en alles. Waar je, ja, waar je dan echt wel rekening mee moet houden, dat je dat niet kan zien. Dus dat is wel een ding wat ik niet zo snel meer zou doen. Dan zou ik of helemaal vooraan of helemaal achteraan gaan staan. Hetzelfde, dan kom je in een moshpit terecht. Hè? Ja, precies. Gaan ze allemaal tegen elkaar overspringen, sta je daar in het midden. Ja, dus dat moet je echt wel voorkomen. Dat, ja. Dat is geen aanrader. Mijn vader zou ik niet zo 1, 2, 3 dingen kunnen opnoemen die ik echt niet meer zou doen. Oké, okay, of tips. Dat je zegt, van, nou, ik heb een goede tip. Zoals ik dat net van Netflix hoorde. Dat wist ik ook niet, dat je dat aan kunt zetten. Mm-hmm. Zijn er andere dingen die je recent ontdekt hebt? Zeg, dat moet eigenlijk iedereen weten die slechtziend is of blind. Nee, ja, je merkt het al aan mijn stilte. Ik ben echt even aan het nadenken, maar... Misschien bepaalde websites of zo die ingericht zijn voor visueel beperkte mensen of goed luisterboek. Ik vind Audible ja. wel een goede tip voor mensen die houden van Engelse luisterboeken. Dat is iets anders dan Storytel, hè? Ja. Heb je dat ook? Nee, dat heb ik niet. Nee, wel Audible. Is dat ook betaald of is dat gratis? Nee, dat is betaald. Oké. Okay. Dat is van Amazon. En bij Storytel heb ik wel een aantal jaren geleden gemerkt dat die app totaal niet goed toegankelijk is voor mensen die het niet kunnen zien. Dus vandaar dat ik dat niet heb. Nou, dat is dan misschien wel een goede tip om jou eens naar Storytel te sturen. Klopt. Ik ben volgens mij verbonden op LinkedIn met iemand. Ik zal de tip eens doorgeven. Oké. Okay. Ja, dit zijn toch, dat zijn dingen die moeten we eigenlijk weten, toch? Eigenlijk wel, ja. Dat is een beetje ironisch dat dan een luisterboeken-app niet goed voorgelezen wordt. Ja, het is inderdaad ironisch, ja. Dat vind ik grappig. Jij noemt het dan niet meteen een schande. Jij kan dan nog wel de humor van inzien. Tuurlijk, ja. Ja. Want je bent laatst ook naar een groot hotel geweest om hun te helpen adviseren wat ze nog kunnen verbeteren voor mensen die niet zo goed kunnen zien. Ja, klopt. Dus naast mijn, mijn spreekopdrachten als spreker doe ik ook consultancy voor bedrijven en organisaties. Op dit moment ook vaak hotels. En dat was het hotel waar ik inderdaad, waar jij over hebt gelezen, dat is Château Sint-Gerlach, hier in de buurt in Valkenburg. Supermooi 5-ster hotel waar ik inderdaad voor heb geadviseerd over de toegankelijkheid. Ja, maar mooi. Ja. En dat doe je in opdracht? Mensen kunnen je daarvoor benaderen? Ja, zeker. Ja. Ja. En iets als een pretpark, daar zou ook nog wat nodiger te verbeteren zijn, denk ik, of niet? Ja, maar die hebben het toch wel redelijk goed opgepakt. Ja, ook voor Efteling? Mensen, ja, Efteling, ja. Ook voor mensen in een rolstoel, nou, daar kan voor, bij dat soort faciliteiten, daar kan ik natuurlijk ook gebruik van maken. Als ze een rolstoelingang hebben, dan mag ik daar ook gebruik van maken, bijvoorbeeld. En maak je er ook wel eens misbruik van? Dat je bij de Efteling denkt, nou, ik ga echt geen uur in de rij staan hier. ik wappel met mijn pas. Je zult een gehandicapte pas hebben of zo, of een visueel beperkte kaart. Ik weet niet hoe het heet. Nee, dat heb je niet. Nee? Je moet wel een bewijs aanleveren. Je hebt tegenwoordig trouwens niet meer bij de Efteling, bijvoorbeeld. Dat je een handicap hebt. En dan
mag je daar gebruik van maken, van die faciliteiten. Maar ik heb gewoon mijn stok bij me, bijvoorbeeld. Ja, ik heb wel eens zoiets gehad van, ik ga inderdaad echt niet in die mega lange rij staan van een uur. Want jij hebt helemaal niks te doen daar. Ja, nou, dat is ook weer niet waar. Je hebt genoeg te ruiken, te luisteren en te praten. Ja. Het is wel saai. Ja, dus als er nog een ander alternatief is, waarom zou ik dan niet gebruik van maken? En dat kan dan. Dan mag jij gewoon wat eerder in de... Ja, ze hebben het nu zo geregeld vaak bij attracties, bij achtbanen en zo, dat je een aparte ingang hebt. Bijvoorbeeld ook aan de achterkant van de attractie. Ja. Ja, en dan kan het ook wel eens voorkomen dat je dan daar aankomt en dat er dan dus al een rij staat van mensen met rolstoelen of andere beperkingen. Pas. Dat kan ook ja, precies. Dan sta je net zo goed nog in de rij. Ja, precies. En dan kan het nog wel eens langer duren, want je hebt niet zomaar 1, 2, 3 iemand in en uit de rolstoel. Vaak. Ja, precies. Dat duurt wel even, ja. Ja. En je wil natuurlijk ook, geen voorkeursbehandeling steeds, lijkt me. Ik bedoel, ja, het is natuurlijk leuk als je af en toe eens iets speciaals krijgt, maar ik neem maar dat jij niet wil, als jij de bus in komt bijvoorbeeld, dat ineens 10 man voor je op gaan staan. Oh, kom maar hier zitten. Of is dat juist fijn? Eigenlijk is het wel fijn, omdat ik moeilijker kan inschatten waar wel en niet iemand zit, bijvoorbeeld. Dus in die zin is het wel handig, maar van de andere kant hoef ik inderdaad niet extra geholpen te worden. Dus als het vanuit die intentie is, dan heb ik zoiets van, ik kan zelf wel vragen of... Is deze plek vrij? Ja, bijvoorbeeld. Ja. En in de trein is dat te doen, want in de spits heeft bijna niemand meer een zitplaats. Nee. Zijn er speciale zitplaatsen voor mensen met een beperking? Nee, niet dat ik weet. Nee. Dus jij staat ook vaak gewoon in de trein? Ja. Vind je niet erg? Nee, is toch prima? Ja, nee. Je hebt niks aan je benen. Nee, precies. Ja, nee, dat is natuurlijk zo. Ja, ik zit mezelf zo... Ik ben zelf wel iemand die van comfort houdt. Ik denk dat ik het stiekem wel een beetje zou gaan uitbuiten. Ik zou bijvoorbeeld al heerlijk vinden dat ik nooit meer hoef auto te rijden. Maar ja, dat klinkt ook stom door. Maar iedereen... Nee, dat klinkt niet stom. Nee, maar ja, je wordt natuurlijk ook overal toegebracht. Ja. En zou ik ook gewoon zeggen van, ja, weet je wel, als het me zou lukken in het pretpark om niet te hoeven wachten, zou ik dat ook doen. Ik zou een restaurant, zou ik het fijnste plekje willen hebben. Maar goed, ja, dat is misschien ook maar hardop fantaseren. Ja, ergens kan het ook te veel worden, vind ik. Dat snap ik wel. Die beperking hoeft niet altijd voorop te staan. Nee. Even kijken, viel me net nog iets in. Mm-hmm. Maar dat ben ik nu alweer vergeten. We hebben nog zo'n kleine 10 minuten, dus als je nog iets in dit interview wil fietsen, zeg, daar moeten we het zeker nog over hebben. Roep het dan nu. Wat had ik nou nog opgeschreven? Possibilities, vond ik grappig. Ja. Spreek je ook in het Engels of niet? Ik heb nog geen opdracht gehad in het Engels, maar dat zou ik wel heel gaaf vinden. Ja. Of ook om bijvoorbeeld naar het buitenland te gaan. En daar in het Engels te spreken, want mijn Engels is gewoon goed. Een TEDx talk bijvoorbeeld zou kunnen, hè? Ja, dat zou ik echt enorm gaaf vinden. Meer in het Engels doen inderdaad, ook op mijn Instagram. Dan word je een soort influencer without seeing eyes. Ik noem maar wat X. Klinkt ook raar. Een influencer met visie, hè? Ja, klopt. Want daar hamer je wel steeds op. Je zegt steeds van, het gaat om goed kunnen kijken, goed kunnen luisteren. Ben je ook beter gaan luisteren? In de zin van, versta jij de mensen nu beter sinds je ze niet meer kunt zien? Ik denk het wel. Ja, ik luister wel beter. Maar, ja, ik weet niet, in drukke situaties is het wel ook een nadeel. Omdat ik dan letterlijk niet kan liplezen. Ja. En dan versta ik mensen ook nog niet. Ja. Ik zie me nog, om even terug te komen op het vorige onderwerp. Ik zie me niet echt als een influencer. Want ik vind dat de laatste tijd een beetje een negatieve bijsmaak hebben, inderdaad. Ik zet me echt wel op andere manieren in. Voor mensen met een zonder beperking, met een missie. En ik denk dat social media een van de manieren is om gehoor te geven aan die boodschap. Ja. Dus stel dat er nu een of ander merk jou benadert en zegt van, ja, Lisa, je moet voortaan deze zonnebrillen gaan promoten.
Zou je dat doen? Nee. Nee? Nee. Te commercieel? Ja, ik tune wel echt bij mezelf in of het strookt met mijn missie en wat ik wil bijdragen aan de wereld en wat ik wil laten zien. En ja. Dat zou niet een van de dingen zijn. Hey, en kinderen, heb je daar al over nagedacht? Ja. En hoe groot is de kans als jij een kind krijgt dat het ook visueel beperkt is? Nul. Oké. Nou ja, dan zou je je kindje nooit kunnen zien. Nee. Heb je daar al eens over nagedacht? Zeker. Ik denk dat het wel... Het behoort gewoon tot de mogelijkheden. Het zal wel een uitdaging zijn met bepaalde dingen. Ik sluit het ook niet uit. Alleen op dit moment... heb ik nog geen behoefte aan. Nee, je bent natuurlijk nog jong. Ja. En je hebt dus ook nooit zelf... Oh nee, dat wilde ik nog vragen. Ja. Fiets jij nog? Nee, ik heb wel eens op een tandem gefietst. Oh, maar ja. Ik vind het niet echt interessant. Nee. Maar je schrijft ook ergens dat je liever niet met de bus reist op vakantie. Want dan ruik je niks. Dan zit je maar 1,5 uur een beetje saai in een bus. Wat is dan jouw favoriete transportmiddel? Een cabrio zou ik me zo kunnen voorstellen. Ja. Dan voel je alles, hè? De wind en je hoort alles. Hè? Of vul ik het nu in? Nu vul ik het in voor je. Ik denk dat lopen echt wel mijn favoriete vervoersmiddel is. De benen waren. Ja. omdat je dan gewoon echt alles ervaart. En je hebt niet die storende afleiding dat in een auto bijvoorbeeld, of in een cabrio, dat de wind echt enorm hard om je oren giert. Dus je hoort alles beter. Oké, lopen dus. Mm-hmm. Ook niet achter op de scooter. Ja, het zou kunnen, maar... Ja. En een zijspan? Nog nooit geprobeerd. Nee. Nee, want dat is natuurlijk allemaal van die praktische dingen. Ik pak soms gewoon de fiets of de auto. En ja, jij bent toch veroordeeld tot inderdaad het OV en of de benenwagen. Ja. Ja. Klopt, of iemand met een auto. En is de kans nou nog dat het misschien, want je ziet nu nog donker en licht, dat dat ook nog weggaat? Of? Ja, die kans bestaat, ja. Zou je het erg vinden? Ik zou het zeker erg vinden. Omdat dat hele kleine beetje wat ik nog heb, dat helpt me wel. Ja, met één oog, hè? Ja. Ja. Oké, Lisa, nou, dan denk ik dat we een beetje zo richting het einde gaan. Wat zou je nou het leukste vinden wat dankzij dit interview zou gebeuren? Poeh, daar vraag je me wat. Ik ben heel open het interview ingegaan, eigenlijk zonder allerlei verwachtingen. Wat zou je leuk vinden als een uitgeverij jou benadert voor een boek? Of als iemand zegt, we gaan een documentaire maken over Lisa? Of als iemand zegt, ik ga er inhuren? Of allemaal? Of... Ik zou het allemaal heel gaaf vinden. Ja. Ik ben op dit moment dus ook met allerlei dingen bezig. Die consultancy en het spreken. Ik ga in het nieuwe jaar met coaching starten. Ik ben van plan om evenementen te gaan organiseren. Possibilities, events eigenlijk. Voor mensen met en zonder beperking. Eigenlijk dus ook een stukje coaching is dat. Dus ik ben met van alles bezig. Dus ik stel me ook voor van alles open. Ja. En een boek zou ik echt heel gaaf vinden, ja. En nieuwe opdrachten ook natuurlijk, ja. Oké. Okay. Hey, heb jij een blinde geleidehond? Nog niet. Ik sta nu iets meer dan een jaar op de wachtlijst voor een geleidehond. En het is nu inmiddels ook al meer dan 1,5 jaar geleden sinds mijn eerste aanvraag. En toevallig heb ik ook het nieuws al mogen ontvangen vorige week. Dat ik een blinde geleidehond ga krijgen. Dat er zeer waarschijnlijk een geschikte hond voor me zit aan te komen. Dus ik ben natuurlijk hartstikke blij daarmee. En dat betekent ook meer vrijheid voor mezelf. En meer energie om alle mooie dingen die ik nog wil gaan doen. Om die ook te gaan doen en lekker op te gaan pakken. Dus, Super. Ja. En is dat normaal dat het zo lang duurt? Dus ja, denk je dat is dat echt de wachtlijsten van 1,5 jaar? Ja, het zijn. Ik sta nu dan bijna een jaar of iets meer dan een jaar op de wachtlijst en dat is wel normaal, ja. Ja. En dan is het nog de vraag of het matcht, hè? Ja. Ja. En zijn dat meestal herders of zijn dat van honden? Dat verschilt ook per geleidehondenschool. De school waar ik voor heb gekozen, het KNGF, die werkt vooral met labradors, golden retrievers en in mindere mate Duitse herders. Oh ja. Nou, geen Jack Russell, denk ik, hè? Nee. Die trekt je overal naartoe. Ja.
Nou, ik ben heel benieuwd of dat gaat lukken. En laat ons even weten wat het geworden is en hoe die heet. Dat is ook belangrijk natuurlijk. Zeker, ja. Mag je dat zelf kiezen of zeggen zij dat? Nee, dat is al bepaald. Oh, dat is al bepaald bij de ja. opleiding natuurlijk. Hè? Ja, dus als je de naam niet zo leuk vindt, dan moet je er toch nog 7 jaar mee... 7 jaar mee vooruit, ja. Hey, is er nou nog een bijdrage die we kunnen leveren? Is er een stichting waar jij zegt, nou, als je toch een donatie wil doen, iemand naar aanleiding van dit filmpje of zo, mm-hmm. is dat dan voor de stichting KNGF, hè? Mm-hmm. Dat is van de geleidehonden? Ja, klopt. Wat voor stichting heb je nog meer waar die jij een warm hart toe draagt? Dat zijn eigenlijk ook andere soort stichtingen, niet alleen maar op het gebied van beperkingen. Maar het KNGF vind ik altijd een heel goed doel. Ja. Die kunnen het ook heel goed gebruiken. Dus dat is altijd een goede optie. Want er wordt geen onderzoek gedaan naar bijvoorbeeld of we jou weer ziend kunnen maken met chips, met hersenoperatie, met weet ik wat. Daar is geen onderzoek naar of een fonds voor. Nee, niet dat ik weet. Ze zijn wel bezig om bijvoorbeeld een bionisch oog of dat soort dingen te ontwikkelen. Maar dat staat nog allemaal in de kinderschoenen. Oké, nou, dan gaan we gewoon donatie aan KNGF doen. en dan ga ik nu mijn hand naar je uitsteken. Dankjewel voor dit leuke interview. En Lisa Kuppen, ja, graag gedaan. LisaKuppen.nl is je website. Je zit op LinkedIn, Instagram, Facebook. En dat was het. Ja. Oké, dankjewel. Dankjewel.